Zo, goedendag dames en heren. Vandaag ga ik de unpacking doen voor hetgene waar ik gisteren al op had gereageerd. We hadden een unpacking van de vlogcamera waar ik nu mee bezig ben om te vloggen. Om dit al lekker in gereedheid te brengen. Vandaag ga ik datgene wat ik dus gisteren zei, ga ik vandaag unpacken. Ik heb wel even mijn brilletje erbij gepakt, want ja, ogen lopen ook een klein beetje terug. Voor de kleine details, voor het grote werk kan ik natuurlijk alles gewoon kijken, maar voor de details heb ik toch even een brilletje nodig. Goed, dat maakt de pret niet drukken voor deze unpacking van iets waarop ik al heb gereageerd, waarop wij dus beter kunnen verwerken van de vlogs, bewerken van de vlogs. Gaat sneller, makkelijker, een beetje up-to-date. Dus ik zou zeggen, let's take it away. We gaan beginnen met pakket nummer 1, wat natuurlijk een belangrijk onderdeel is om de vlog goed te kunnen verwerken, om de vlog te kunnen bewerken met muziek, met tekst, met andere features die er mogelijk zijn om dus een mooie vlog te kunnen gaan laten zien. Voor jullie natuurlijk. Dus, dan gaan we beginnen. Pakketje nummer 1. Dat is dit pakketje. Nou, als je goed kijkt, zullen de mensen al meteen zeggen en weten wat hierin zit. Hier zit namelijk mijn nieuwe laptop in. Laptop waar ik mee ga bewerken, waar ik de foto's mee kan gaan bewerken, waar ik de films mee kan gaan bewerken, de vlogs mee kan gaan bewerken. Die een stuk sneller is dan waar ik tot nu toe mee heb gewerkt. Die gewoon ja, beter is, hij is helemaal up-to-date. Goede grafische kaart, dus voor mij met DaVinci te werken gaat het een stuk prettiger worden, daar ben ik van overtuigd. Biedt mij nog meer uitdaging om betere vlogs te maken. Biedt mij nog meer uitdaging om de vlogs ja, proberen het mooi te maken. Om het voor jullie zoveel mogelijk aantrekkelijk te maken. Dus min of meer, is niet alleen voor mij, maar min of meer is het ook voor jullie. Zodat jullie zeg maar nog meer en nog beter onze vlogs kunnen bekijken op goede kwaliteit beeldscherm met goede kwaliteit verwerking erbij. Proberen zoveel mogelijk richting HD, Ultra HD en wellicht misschien over een tijdje in 4K. Natuurlijk heb je daar wel een passende camera voor nodig. Deze camera die ik nu heb, die PowerShot, staat wel op dat het 4K kan. Maar volgens mij is dat, hangt hij daar een beetje tegenaan. Goed, dat neemt niet weg dat wij natuurlijk, of dat dit natuurlijk veel beter is als het verwerken met een telefoon. Dat mag natuurlijk duidelijk zijn. Dus daar is al de verbetering. Nou ja, geënt op hetgeen wat ik hier in de doos heb zitten, ja, is het gewoon voor mij iets moois. Niet alleen voor mij, natuurlijk ook voor Fabienne, voor ons kanaal, de Stofjes. YouTube kanaal. Voor dat. Ik ga hem ook alleen maar daarvoor gebruiken. Natuurlijk voor mezelf de privézaken die ik erop heb, zoals YouTube. Erop zetten natuurlijk. Google erop zetten. Chrome erop zetten. Dus de openbaring is dat dat ik dus zeg maar beter de vlogs kan verwerken. Dat ik beter mijn bewerking kan gaan doen. Dat het allemaal een stuk sneller gaat. Mag ik hopen. Ik ga ervan uit dat het uploaden en zeker het downloaden van bijvoorbeeld dadelijk DaVinci, dat een stuk sneller gaat. Dus we zullen het zien. Ik zeg van we gaan beginnen. Ik ga hem openmaken. Pak even mesjes bij. Normaal gesproken moet je ermee uitkijken met mesjes. Maar goed, uiteindelijk is het om het. Kijk, dit is zo'n mooi
Het zegeltje zit erop dat die verbroken is. Daar is het voor. Nou. Rapapa, rapapapa. Zeggen we dan. Oh, nou, die zit wel aardig mooi verpakt, moet ik zeggen. Kijk eens. Hop, hop. Laat die ergens hangen. Nou, de doos hebben we. Even niet meer nodig. Nou, die valt mooi buiten beeld. Prima. Solide verpakt. Zodat we ook echt een stootje kunnen hebben. Daar ben ik ook altijd wel content mee. Deze eraf. Deze eraf. Overigens, shout-out naar computershop De Mars, hier in Graven. Die dit verzorgd heeft voor mij. We zijn samen op zoek gegaan naar een passende laptop voor mij. Om dit te kunnen gaan doen, om te kunnen gaan bewerken, video bewerken. Was voor hem ook best wel nieuw. Hij heeft niet zo heel erg veel mensen die videobewerking doen en dan al helemaal nog niet op YouTube gebeuren. Maar goed, met zijn expertise in, het, in de computerwereld, met laptops, met eventueel desktops of whatever. Natuurlijk is daar een hele ruime keuze in. Kun je natuurlijk net zo gek maken als je zelf wil. Nou, ik heb gekeken voor een bepaald budget. Waar ik in eerste instantie mee ga werken. En mochten we uiteindelijk zeg maar ook succesvoller gaan worden, dan moet dat natuurlijk ook weer verder uitgebreid gaan worden waarschijnlijk. Of, goed, dan lopen we misschien heel erg ver op de muziek vooruit. Dat we natuurlijk misschien straks zo groot zouden kunnen zijn. Dat we uiteindelijk editors daarvoor in dienst kunnen nemen of die voor mij willen gaan editen of meehelpen willen met editen. Maar dat is natuurlijk vooruitzien, vooruitdenken, natuurlijk, kijken of dat het wil lukken. Daar zit natuurlijk ook altijd een stukje in. Maar we zien het wel. We zien het wel. Ik hoop er in ieder geval iets leuks van te doen. En natuurlijk kunnen we niet allemaal, dat is misschien een utopie om te zeggen van ik wil de tweede Enzo Knol worden. Nou, dat zal ik niet worden. Dat heeft ook te maken met mijn leeftijd, daar ben ik me te degen van bewust. Echter, vanuit de vriendengroep van mijn zoon krijg ik ook regelmatig te horen van dat ze het allemaal tof vinden dat ik dit op mijn leeftijd nog doe. Überhaupt mij daarvoor interesseer. Zij hebben ouders zitten thuis die zich daar niet zo heel erg voor interesseren. Die hadden een gekke gedoe. Maar op een of andere manier, ik ben een keer getriggerd. Natuurlijk via Fabienne. Die dus regelmatig naar YouTubers kijkt. En op een gegeven moment zoiets kwam van, god pap, waarom kunnen wij dat niet? Ja, waarom kunnen wij dat niet? Dat kunnen we wel. Maar ja, daar zit tijd en energie zit daarin. En daar is even nog een lastig puntje, dat heb ik al een keer eerder gezegd. Dat is een lastig puntje, want dit doe je niet zomaar. Daar moet je wat voor doen, daar moet je wat voor laten. Ik ben nog steeds zoekende hoe dat ik dit nou precies ga opbouwen. Ga ik met bepaalde dagen werken? Ga ik alleen maar voor de weekenden werken? Noem maar op. Ik merk dat er gezien het feit dat je natuurlijk normaal werk hebt, je sportactiviteiten nog hebt, dat dit soms al wel lastig is om een plekje te geven. Dan is het niet zozeer het moment van vloggen. Dat is op zich wel redelijk simpel. Even gechargeerd gezegd, maar in principe is het redelijk simpel. Maar het is vooral dit. De videobewerking om uiteindelijk naar een leuk filmpje te komen, wat voor jullie aantrekkelijk moet zijn, daar gaat vaak wat tijd in zitten. Het kon met mijn oude laptop die ik hier heb. Dit is mijn oude laptop, die ga ik gewoon gebruiken voor administratieve laptop.
Dat ging. Er zit een Intel i5 processor zat erin. Natuurlijk een verouderde versie. Deze is nu ongeveer, ik denk een jaartje of 4, 5 oud. Misschien zelfs wel 6 jaar oud intussen. Maar hij doet het nog steeds. En ik kon DaVinci draaien, maar soms wat lastig. Zeker naarmate je meerdere dingen ging verwerken in geluid of in plaatjes of in teksten erbij, fade-in, fade-outs of crossovers of wat dan ook. Hoe meer dat je erin knutselde, hoe lastiger dat hij begon te krijgen. Nou, nogmaals, daarmee gezegd hebbende, heb ik nu dus gekozen voor een nieuwe laptop. Ik ben er bezig met die unpacking. Een gedeelte is al eruit. Nou gaan we eens kijken hoe dit eruit ziet. Kijk eens. Dat ziet er toch hartstikke mooi uit. Een Acertje. De Nitro 5 is dit. Natuurlijk, zoals ik al zeg, gekeken bij Computershop de Mars naar de beschikbaarheid van deze. En ik had natuurlijk wel één kleine wens erin zitten, want dat vind ik dan weer een leuke feature van Acer. Natuurlijk hebben meerdere computers dat. Die hebben tegenwoordig een heel mooi verlicht toetsenbord. Nou, hij staat natuurlijk nog niet aan. RGB toetsenbordje, nogmaals, Nitro 5, RGB toetsenbordje, supercooler zit erin. Het is min of meer een soort gaming laptop, gaming computer. Dus een zware videokaart, of er zit een behoorlijke goede videokaart. Er zit volgens mij een, wat was het, een RTX. Moest ik even, een GeForce GTX zit erin, dus niet eens een RTX, maar een GTX, dus dat is een stapje hoger dan een RTX. Dit moet het zijn. Ik ga hem eens eventjes aanzetten. Zoals je ziet, toetsenbord, opstarten is rood. Als het goed is, ik heb meer laten vertellen. Kijk, dat die als multicolor ingezet kan worden. Dit toetsenbord kan ik dus helemaal zelf gaan bepalen hoe dat ik de kleurstelling wil doen. Kan ik hem met mijn rood, wil ik met mijn blauw, paars, groen, geel, oranje. Maakt niet uit. Maakt niet uit welke combinatie dat ik kan doen. Hij is in sectoren opgebouwd. Ik heb 4 sectoren. Dit is eentje, dit is 2, dit is 3 en dit is 4. Die ik middels een toetsenknop, nu moet ik even gaan kijken. Dit is natuurlijk nieuw voor mij, hè? Dan moet ik even kijken. Volgens mij is dat deze. Moet ik eerst doortikken. Dit is natuurlijk eventjes een geheimpje. Nou, kijk, hier staat hij. Nou, dit is dan waar de processor op staat. Ik kan hier de fanbesturing, gaat hier automatisch. Ik kan hem op maximaal zetten, ik kan hem op aangepast zetten. Oftewel dat hij nagelang niet harder moet werken, gaat hij natuurlijk ook harder werken. Of je zegt, nou, CPU-koeling, GPU-koeling, oftewel de videokaart. De Coolboost. Dan heb ik hierboven heb ik dan de toetsenbordindeling. Nou, zoals je als het goed is kunt zien dat ik hier die 4 sectoren heb aangegeven met de kleurtjes. Nou, die kan ik hier allemaal gaan veranderen als ik dat wil.
Bijvoorbeeld, laat ik deze zeggen die ik dan naar dit groen wil hebben. Nou, dan heb ik hier een andere kleur groen. Echt nice. Ik snap even terug naar blauw. Vond ik wel leuk. En zo kan ik die vier sectoren kan ik mooi indelen. Het jammere vond ik eigenlijk aan, ik wilde eigenlijk kijken of dat de toetsen programmeerbaar waren qua kleur. Omdat je natuurlijk met DaVinci heb je bepaalde toetsen die je met regelmaat gebruikt. Nou, om die dan te laten oplichten, om dan op die manier makkelijker te kunnen werken. Nou schijnt het voor een bepaalde game, zitten dus toetsen op. Ik zal hem even laten zien. Omdat het een gaming laptop is, zitten hier natuurlijk de cursortoetsen. Die zijn aangegeven in een witte omlijsting. En ik heb hier de W, A, S en D. Dat zijn vaak zeg maar ook toetsen met vuur, met het gooien van een bal, weet ik het, whatever. Ik ben niet zo'n gaming specialist. Dus mij moet je er niet te veel over vragen wat je ermee kan doen. Maar ik weet dat dit dus, ja, daar is de besturing voor de... voor het voor, achter, links, rechts en bukken. En hier zitten dan de toetsen voor ja, of het bukken of slaan of dingen gooien of wapens wisselen of iets dergelijks. Ja, dat is wat er dus wel op geïnstalleerd is, op het moment dat je een game gaat spelen. Ik ben er nog niet uit of dat die dan ook op te bouwen is dat ik een bepaalde knoptoets of functietoetsen kan gebruiken die ik met DaVinci nodig heb, veel nodig heb. Bijvoorbeeld Ctrl-B heb ik wel eens nodig om de blade, om een filmpje te knippen, heb ik nodig. Ik heb de Ctrl-Z om terug te gaan, te undoen. Dus als ik een bepaalde functie heb gedaan en ik denk, oh die moet ik toch niet hebben, dan is het Ctrl-Z om te undoen. En zo zijn er meerdere functies die ik daarmee kan gebruiken bij DaVinci. Nou, dus dit is dan... een beetje de laptop. Nogmaals, ik moet er natuurlijk nog aan wennen. Er zal nog veel meer op zitten dan wat ik nu even in een korte tijd vertel. Nogmaals. Ik denk dat ik hier met deze wel een aardig tijdje mee vooruit kan. Om jullie voor de YouTube goed te kunnen voorzien van goede filmpjes. Natuurlijk heeft het ook te maken met hoe dat ik het presenteer, hoe dat ik het overbreng, wat we allemaal gaan doen. Er staan nog hele leuke andere dingen gepland. Natuurlijk gaan we nu richting de zomer, we gaan richting de schoolvakantie. Dus daar zullen ongetwijfeld wat van die dagen bij zijn, dat we weer van die rare, gekke dingen gaan doen. Oké. Dit is dus de laptop. Nice. Ik ben er zeer gelukkig mee. Nu al. Sowieso qua looks van een laptop. Ja, je ziet het dat het eigenlijk een gaming laptop is, maar dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Uiteindelijk gaat het over hoe effectief is die voor mij om te gebruiken, om te editen. Om van alles mee te doen waar ik heel makkelijk mee kan werken. Nou, dat verwacht ik dus met deze. Absoluut. Absoluut verwacht ik dat met deze. Dan nog een belangrijk item. Ik denk zeker niet onbelangrijk. Want filmpjes die geplaatst worden. En naarmate je ze steeds langer maakt aan tijd, wordt het natuurlijk groter. Dus dan ga je van MB's ga je naar gigabytes. Maar dan is het van een filmpje van 10 gig, dan is het een filmpje van 20 gig, dan is het een filmpje van 30 gig, enzovoort, enzovoort. Straks wellicht op filmpjes die tegen de 100 gig aan zitten. Per filmpje om te uploaden of whatever. Nou, hier zit nu ongeveer 1,5 terabyte harde schijf in. 1 terabyte HDD en 512 SSD. Als ik het goed heb.
dat zit hier nou op. Toen dacht ik van ja, dat kan. Daar kun je een aardig poosje mee werken. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Dus heb ik nog iets anders erbij. Ook een klein beetje op. Ook een klein beetje op de toekomst. Een externe harde schijf. 4 terabyte. Van WD. Western Digital heette dat vroeger. Tenminste, zover ik weet, heet dat nog steeds Western Digital. Alleen nou hebben ze er nog iets anders achter gezet. Nou is het Western Digital of WD. Dan moet ik even. Oh, bril. Hoe heet het? Oh ja, nou heet het WD Discovery. Dat is de huidige naam. Maar volgens mij is het nog steeds. WD staat nog steeds voor Western Digital. Dat is een hele goeie. Want nu heb ik. Natuurlijk vanuit mijn oude laptop had ik ook al een externe schijf en laten we nou eens eventjes kijken wat staat erop. WD Western Digital. Ik denk dat ik deze al een jaartje of tien, misschien zelfs al langer. 500 gig, dat was toen heel veel en ik heb hem nog steeds en het doet het nog steeds. Waar ik toen wel voor gekozen heb, en daar ben ik super blij mee, is dat ik hem heb genomen met een externe voeding. Dus niet via de laptop, via USB, wat je tegenwoordig heel vaak ziet, maar externe voeding. Schijnt dan stabieler te zijn voor de harde schijf. Ook omdat je hem gewoon op je stroom kan laten, zal die veel minder snel beschadigd raken. Ja, natuurlijk verbruikt hij stroom, dat is logisch. Maar zoals ik al zeg, ik geloof dat ik hem al bijna 10 jaar heb en hij functioneert nog steeds. Hij zit nu net iets over de helft vol, want hier staat alleen maar wat muziek op, wat foto's, kleine korte filmpjes, wat documenten. Er staat niet heel erg zware materialen op die. Die erop staan. Dus dat scheelt ook al een stuk. Ik gebruik hem natuurlijk op het moment dat je de laptop gaat opstarten, gebruik je hem ook. Maar ik gebruik hem niet zo intensief dat ik iedere keer spullen erop en eraf, drop en eraf, drop en eraf. Dat heeft ook een beetje te maken met jouw slijtage voor je harde schijf. Ook toen al, Western Digital. En nu heb ik er weer een. Nu heb ik er weer een. Een MyBook van Western Digital, zo heet dat, dat ding. Dat staat hier ook op de doos. MyBook. 4 terabyte. Ik had ook nog een keuze om een 6 en zelfs nog een 8 terabyte te doen. Ik denk nou, laten we maar eens gewoon met een 4 beginnen. Hij was al prijzig zat. Ook in deze nogmaals shout-out naar Computershop Graven of Computershop Graven de Mars. Met Remco, dank aan hem met het advies die ik heb gekregen over deze externe harde schijf. En ook hij vertelde hetzelfde. Ja, een harde schijf werkt natuurlijk prima. Zolang het natuurlijk goed gaat met de bepaling om wij spreken alleen een harde schijf, externe harde schijf te gebruiken en een harde schijf van de laptop. Formeel is het zo dat het advies is een dubbele backup. Oftewel, dat houdt eigenlijk in dat je min of meer eigenlijk twee externe harde schijven had moeten hebben. Dan kun je de ene gebruiken en de andere gebruiken. Gaat één kapot, dan staat die op de andere. Kun je natuurlijk zeggen van oké, je hebt ook de harde schijf van de laptop. Maar op het moment dat ik hier bijna dat ik 2 terabyte op heb staan. Ik heb maar 1,5 op de laptop. En dan erbij is het zo
Ik kan die 1,5 terabyte die erop zit nooit compleet gebruiken, want er zit altijd besturingssoftware op. Er zitten altijd wel dingen op die je nodig hebt voor je apps, dus voor je Google. Natuurlijk gebruik ik het niet veel. Voor je Google, voor je DaVinci, noem op. Dus je hebt altijd ruimte nodig van je laptop die je niet meer kan gebruiken, omdat je natuurlijk daar die programma's voor hebt. En deze is het dus, was het advies eigenlijk van, kijk, normaal gesproken zou je een dubbele moeten gaan gebruiken. Nou, ik wil nu even het risico, zogezegd, tussen haakjes lopen, dat ik dat nog niet doe. Wellicht dat ik misschien in de loop der tijd naar een NAS schijf ga. Dan kan ik daar, die kan ik mooi verdelen. Dan kun je diverse harde schijven in doen van een bepaalde grootte natuurlijk. Nou, daar kun je echt gewoon heel veel backup bestanden op zetten. Ik was aan het kijken voor een starterspakketje voor zo'n NAS. En dat ging dan uit van één harde schijf plus het NAS bouwwerk. Toen kwam ik ergens uit op een goede €800 of iets dergelijks. Nou, vond ik gezien de aanschaf van de vlogcamera, van de laptop en van deze harde externe harde schijf, vond ik het wel eventjes genoeg. Nou ja, dat dus. Nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Als jullie ons helpen, ja, door in ieder geval een blauw duimpje te geven en te abonneren op ons kanaal. Ja, en wij komen dan uiteindelijk op een bepaalde hoeveelheid abonnees, want uiteindelijk gaat het daar toch om. Ja, dan zou ik uiteindelijk een overweging kunnen maken om dan te zeggen van, nou, laten we een mooi NAS systeem aanschaffen. Of misschien wel gewoon een desktop waar voldoende ruimte in zit. Dan is het de laptop meenemen voor op reis, of als je in ieder geval zeg maar een weekendje weggaat of iets dergelijks, kun je mooi vloggen, kun je mooi bewerken. En als je dan thuis komt, hupsakee, dan zou je op de desktop planten. En dan kun je zo op die manier verder. Overigens is dat wel het mooie aan, even terugkomen op de software die ik gebruik, aan DaVinci. Je kan DaVinci namelijk op 2 verschillende laptops of desktop laptop gewoon gebruiken. Je kan, als ik een bepaalde dingen heb, een bepaalde vlog heb gemaakt, die ik dan op wijze van spreken nog op deze heb staan, op deze laptop heb staan, kan ik, als ik alles goed heb omgezet en overgezet heb, kan ik hem gaan bewerken op deze. Kan ik hem bewerken op deze laptop natuurlijk. Ja, op de nieuwe. Dus hier op bewerken, dan kom ik thuis en kan ik hem overzetten. Of vice versa. Nou, dat vind ik dan wel weer het fijne van DaVinci, dat dat mogelijk is. Ik weet ook niet of dat met andere programma's ook mogelijk is, maar ik kreeg dat. Natuurlijk ga je soms wat YouTube verhalen kijken of YouTube filmpjes kijken, tutorials, hoe dat DaVinci precies werkt. Nou, en dan komt het uiteindelijk op neer dat DaVinci gewoon een behoorlijk uitgebreid programma is. Ik gebruik nu DaVinci Resolve 17. Dat is de laatste nieuwe, daar heb je een gratis versie van. En je hebt er een betaalde versie van. Nou, de gratis versie is al behoorlijk uitgebreid. Ik gebruik nog maar een heel klein stukje. Maar als ik alle comments hoor van de tutorials of uit de tutorials die er zijn over DaVinci, dan hoor ik alleen maar positieve recensies over. Nou ja, al heb je de gratis versie, je kan al zoveel doen met die gratis versie. Het voordeel van een betaalde versie is, als ik het goed zeg, je betaalt bijna $400 voor een abonnement. Dat is natuurlijk best veel. Echter is het wel zo, vanaf dat moment of daarna zijn alle updates zijn gratis. Hoe lang ook, dat maakt niet uit. Alle updates zijn gratis. Komt er een nieuw programma, dan kun je gewoon een nieuw programma pakken. Komt er een tussendoor update, pak die gewoon over. Alles laat je gewoon staan. Je hoeft niks te wijzigen, je hoeft niks te veranderen.
Niet dat er in één keer een andere code ingevuld moet worden, zodat je weer DaVinci opnieuw moet installeren of wat dan ook. Nou, dat is allemaal niet nodig. Dat is allemaal niet nodig. Dus dat scheelt weer een stuk. Nou, het was een heel praatje. Ik zou zeggen, ik ga hiermee mee eindigen. Ik hoop dat ik jullie een goede informatie heb gegeven over wat voor mij de toekomst gaat worden. Om jullie goed te voorzien van ja, leuke filmpjes en ja, wat je er allemaal voor nodig hebt. Het is niet niks. Nogmaals, ik heb er even een investering in moeten doen, maar daar ben ik graag toe bereid om jullie in ieder geval leuke filmpjes te maken. Nou, ik hoop dat jullie dit ook interessant vonden. Dus nogmaals, graag een blauw duimpje omhoog. Even abonneren op het kanaal, De Stofjes. YouTube kanaal Stofjes. Je kan ons ook volgen op Instagram. Dat is gewoon Instagram en De Stofjes. Daar kun je ons ook op volgen. En als je een comment hebt, graag even een comment op deze unpacking van mijn nieuwe laptop en de nieuwe harde schijf, externe harde schijf. Dus nogmaals, blauw duimpje omhoog, even abonneren op dit kanaal en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug met een andere vlog. We zullen het wel zien. Vandaag is Fabiana trouwens helemaal niet. Die is bij Evi op visite. Is daar ook slapen. Maar die komt de volgende keer weer terug in de vlog. Dus ik zeg de groeten. Thumbs up. En tot de volgende keer. Ciao.